oh wow, ik ben zo moe. Nou, eindelijk, dan sta ik maar toch eens even op. Huh? Wat is dit nou? Waarom heb ik ineens handboeien om? Wie heeft die omgedaan? Hé, ik ben echt super in de war. Hoe kan dit? Wie heeft dat zomaar in mijn slaap gedaan? Ach, ik moet proberen naar beneden te komen. Oh, gelukkig is dat gelukt. Huh, wat is dit allemaal in mijn kamer? Hè, wat is dit? Ik snap hier helemaal niks van. En waar is iedereen? Waarom ligt er knoflook? En wat is dit? Muntgeld? Oh, mijn telefoon ligt er nog wel. Nou, in ieder geval heb ik wel muntgeld, maar wat kan ik hiermee? Wat is de bedoeling hiervan? En een kroon? Waarom ligt die hier? Ach, ik ben echt in de war. Pia, snap jij dit? Ik snap hier helemaal niks van. Laat ik maar iemand bellen. Oké, even kijken. Misschien Julian. Hallo? Ja. Huh? Raadsel? Challenge? Ach man, Julian, waarom doe je dat nu nou? Oké, dus het is dus een challenge en ik moet de raadsels oplossen, anders kom ik niet thuis. Of het huis... Nou, dat is stom. Oké, nou, we hebben een ei, muntgeld, vis, een knoflook en een kroon. Wat zou dit betekenen? Even denken. Nou ja, een kroon en geld. Dat is dus veel geld. Misschien een familiesneuzel. En deze zijn allebei vies. Vis en ei. Scharreleieren van pap vind ik ook vies. En knoflook vind ik ook natuurlijk vies. Is dat misschien? Huh? En de kroon, ja, dat moet wel duiden op een rijk iemand. Iemand met geld en veel macht. Is het echt gewoon de familie Schneuzel is heel stom en heel vies of zo? Is dat het antwoord? Nou ja, ik weet niet of dat het antwoord is. En ik kan ook niet verder. Want de rest is gebarricadeerd. Huh? Aan wie kan ik het dan doorgeven? Huh? Sarah, wat doe jij hier nou? Oh, hey Hanna. Ik doe mee met de challenge van Julian. En ik moest kijken of je alles wel goed deed. Oh, dus ik moet de antwoord aan jou doorgeven, of niet? Nou, het antwoord van het eerste raadsel is... De familie Schneuzel is heel stom. Oh, je hebt het eerste antwoord al. Nou, dat klopt. Oké, nu kun je verder naar de volgende ronde. Oh, oké, nou, wacht, wat? Er zijn nog meer rondes? Oh, man. Nou ja, in ieder geval had ik deze goed, toch? De familie Schneuzel is heel vies of heel stom. En natuurlijk hier de andere dingen. Dat duidt er allemaal op, toch? Nou, dat is best wel een lastige challenge eigenlijk. Nou ja, ik hoop dat het dat is. De familie Schneuzel is heel stom. Nou ja, ik bel jullie al nog even om te vragen, want dan kan je me door laten gaan. Ja, Julian, het antwoord is de familie Schneuzel stom. Ja, dat klopt. Oké, nou ik al verder. Julian heeft me het seintje gegeven. Oké, nou laat ik dit even weghalen. Dan kan je op naar de volgende ronde. Zo, oké, nog meer rondes. Ach, het is echt hartstikke stom. Oké, nou de volgende ronde zit in Julians kamer. Oké, en wat is het? Oké, wat is het? Wat is het? Nou, het is dit. Je hebt hier dus dingen. Oké, nou, even kijken. Een tablet, ijs en een draak. Nou, deze kan je dus dan ook oplossen, toch?
Ja, nou, ik denk het. De tablet staat volgens mij voor Julian. En het ijs staat natuurlijk voor iets kouds. En de draak is heel, heel sterk of zo. Ja, precies. En wat krijg je dan? Ik weet niet, Julian Vogel is cool of zo. Is dat het antwoord? Ja, dat is het antwoord. Julian is cool. Makkelijk, hè? Ik kan niet geloven dat dat gewoon het antwoord is. Wat voor een rare challenge is dit? Ach man, hij heeft echt hele rare vragen in zijn challenge. De familie Sneusel is stom en Julian is cool. Wat komt hier nu nog meer? Zo, nou op naar de volgende ronde. Zo, nou laten we even kijken. Wat is de volgende? Nou, de volgende is dit. Kijk even. Oh, oké. Okay. Nou, deze gaat denk ik dan over mij. Want ik zie mijn schoentjes daar zitten. Een tandenborstel en wat kattenvoer. Eeuw, een tandenborstel ligt gewoon op de grond. Dat is super vies. Is het Hanna, poets en kattenvoer dat stinkt? Eeuw, waarom zit mijn tandenborstel er nou? Is het antwoord Hanna Vogel stinkt? Wacht, ik leg mijn tandenborstel even hier. Ja, inderdaad. Wat krijg je er dan van? Hanna Vogel is of Hanna Vogel? Ja, ik denk dat het Hanna Vogel stinkt is, wat ik echt heel stom vind en raar van Julian. Maar ik denk dat dat het antwoord is. Is dat het antwoord? Ja, helemaal goed. Hanna Vogel stinkt. Ach man, dit zijn echt de domste raadsels. Waarom heeft Julian dit zomaar gedaan? Nou ja, in ieder geval heb je nu bijna alles opgelost. Nu heb je er nog een paar. Oké, wat moet ik dan doen? Nou, we gaan nu naar de keuken. Oh man, ik heb zoveel honger. Kunnen we eindelijk stoppen met deze stomme challenge? Ach man, ik wil gewoon weg. Oké, als volgende hebben we hier geld en we hebben ook een doos. En die doos mag je openmaken. Oké, nou, wat zit er in de doos? Oké, nou, even kijken. Wat zit hierin? Oké, nou, even kijken. Dit mag je zelf opeten. Dit is voor jou. Oh, wauw. Ik ben echt blij dat hier een hamburger in zit. Nou, kan ik eindelijk nog wat eten? Ik heb echt honger. Ik heb niet eens ontbeten. Oké, nou, je moet ook nog een draadseltje oplossen, hè? Oh man, ik kan niet geloven dat ik nog een raadsel moet oplossen. Ja, je hebt dat geld. En waar berg je geld meestal op? Nou, ik weet niet, in een kluis of zo? Ja, precies. Dus de sleutel zit ergens verstopt op een speciale plek, aangezien het waardevol is, net als geld. Waar zou dat dan kunnen zitten? Oké, is goed, dan ga ik kijken. Oké, nou, het geld zit hier. 500 euro, maar dat is natuurlijk nep. Alleen de metafoor werkt wel. Zo, nou laten we even kijken, waar zit het? Zo, nou laat ik even kijken, waar kan het allemaal zitten? Ik mag het natuurlijk niet doorgeven, maar als je het hebt gevonden, kan ik je vrijlaten. Oké, man. Oké, laat ik dan maar even daar kijken. Zo, waar zit het? Zo, misschien hier? Nou, hier zit het niet. Zo, misschien hier? Zo, hier? Misschien hier? Oh, het zit hier. Nou, ik heb eindelijk de sleutel gevonden. Nu kun je me vrijlaten. Ja, inderdaad. Nou, ik ben blij dat je de challenge hebt gehaald. Ik krijg zo van jullie om te weten wat je prijs is.
Oké, nou, wat is mijn prijs? Ik hoop dat ik wel een coole prijs krijg na al dit werk. Ja, de prijs moet je even aan Julian vragen. Volgens mij is het een meespeelprijs of zo. Een meespeelprijs? Wat? Dus ik mag met jullie meespelen op het speelplein. Nou, dat is toch heel stom. Ik had wel iets veel beters verwacht. Na al die moeite. Nou ja, je moet het aan Julian vragen. Ik denk dat hij het gewoon heel grappig en leuk vond. Maar als je mee wilt, kun je gelijk meekomen hoor. Oh man, ik weet niet. Oh ja, dit vind ik echt hartstikke niet leuk. Ik kon beter met mijn vrienden gaan rondhangen dan. Waarom zou ik met Julian mee willen spelen? Dat is toch hartstikke stom en als prijs nog wel. Ach man, dat kan ik niet geloven.